Sì, quello che mi ha qualificato. Sì. Maandag hadden we de registratie van de pakketten. En vandaag geven we de mensen de pakketten. Hoeveel gaan jullie vandaag overhandigen? Dus op dit moment gaan wij een 500 pakketten overhandigen. En zaterdag doen wij nog een 300 pakketten in Paramaribo. En ongeveer 400 pakketten in Nikeri. Wacht jullie, die laatste rij, wacht even. Ja, even. We hebben, op een gegeven moment hadden wij de registratie moeten afsluiten. Maar we hebben een paar donaties. Als u weet, Zoe heeft ook, had ook beloofd dat ze ons zouden helpen. Hun gaan ook inkomen. Dus daarom dat wij op zaterdag dan de rest gaan overhandigen. Wat ook gaat gebeuren van het jaar, of tenminste sinds vorig jaar hebben we dat gedaan. Wij gaan ook naar een, naast Nikeri, gaan wij ook naar een 3 of 4 andere districten waar wij een 50-50 pakketten via het commissariaat zullen distribueren aan de districten. Jullie zouden ook 350.000 ophalen, als ik me niet vergis. Is dat gehaald? Onze target, die hebben wij niet gehaald. Als het goed is, moeten we ergens op de, houd hem even ten goede, ergens op de 280, 290 zitten, als het goed is. Wat zit er in zo'n pakket? Het is een heel goed gevuld pakket. Dat zijn de basisdingen. Er moeten 14 items zijn. Stroop, ik zie rijst, ik zie blom, ik zie olie, ik zie spaghetti, bruine bonen, sardine. Dus het moeten allemaal suiker, zout, blom. In totaal moeten het 14 items zijn in zo'n pakket. Dat is een duur pakket. Dat is inderdaad een duur pakket. Maar met de hulp die van buiten is gekomen, hebben we het wederom klaar kunnen spelen om de mensen te helpen. Van deze plaats uit wil ik ieder bedanken, die op welke wijze dan ook. En dan denk ik aan de vrijwilligers, ik denk aan het bedrijf die de pakketten in elkaar heeft gesteld. Ik denk aan de donoren, naar Stichting SUE wil ik bedanken, de officieren die het ervoor hebben gezorgd, maar ook het publiek. Want hun hebben ervoor gezorgd dat ze in de potten, dat ze de potten niet voorbij zijn gelopen en wat hebben gezet. Dus ik wil van hieruit bedanken voor hun inzet, voor hun donatie. En natuurlijk, we zijn gelovigen. Ik wens ze allemaal een hele fijne kerst toegewenst. En bovenal een gezegend nieuwjaar. Mooie kaartje,